Die lijkt dat dingen te hebben gezien. Kan dat natuurlijk relaxed en stylish uitrijden. Van Elsta ook een mooie positie daar. Lijkt ook een positie aan, moet er verder gaan liggen. Heel getraind hier natuurlijk. Stom hier uit de buurt. Dus, en dan is ook race 3 daar gezien. Nog een race ladies 14 plus. 4 tickets voor de finale. De rest zal ik helaas moeten doen met een B-finale. Zo is het nou eenmaal in de BMX. Het is daar vissen van de tijd dat die post. Die gaat het top. Die lijkt dat ticket inderdaad te zien hier vanmiddag. Die Noorden van de Heuvel uit Oostland opkrijgen. Laatste twee races, met 17 plus kijken naar tempo flink omhoog. Al natuurlijk een opmaat voor die kwart en halve finale vanmiddag. Maar het is 550 in de middenmiddag. De grote man van de Nick Bos. Hij gaat hier vol aan de kop. Lijkt het erop dat die race vol uit te rijden. De vierkolen van Steinhouwer. Die zit hem dikke in de wiel. Die natuurlijk op de tweede plaats zeker stellen. Laatste race en direct hier achteraan, als gezegd, de kwartfinale, race 64. Kijken naar de mens 17 plus. Mooie jump daar van Mike Klerks volgens mij. En die laat nog even zien wat er vanmiddag in de finale allemaal te volgen valt. Mooie stijl daar. En klopt de vierde positie bij de tanken rond doen een aantal kruppunten. En zo lijkt het inderdaad te zijn, we kunnen op gaan maken voor die finale.